en welkom weer bij een nieuwe videoles van Verberta. En deze keer gaan we kijken naar opgave 5e. Ik zal hem even iets beter in beeld zetten. Van CCVN, toelatingsexamens voor universiteiten. Dit is dan wel een voorbeeldexamen, maar toch. En bij 5e, daar hebben we een magnetisch veld. En dat magnetisch veld, dat moet de protonen gaan afbuigen. En de vraag is, wat is nu de richting van het magnetisch veld in de afbuigmagneet? Nou, we weten al, en ik ga heel even een klein nieuw stukje papier gebruiken. We weten namelijk dat de protonen aankomen in deze richting en ze hebben een positieve lading. Nou, dan kunnen we ook zeggen dat omdat het protonen zijn, dat dit gelijk staat aan een stroom die er loopt. En ik weet niet zeker of jullie de FBI-regel nog kennen. FBI-regel, die doe je eigenlijk gewoon met je rechterhand. En met je rechterhand, ik zal hem heel even tekenen. Hup, hup, hup. En hier hebben we ergens een duim aan zitten. Dan is de regel van de FBI, als je op je rechterhand kijkt, dan is dit F, dan is dit B, dan is dit I. En we weten voor de rest, even kijken, we weten voor de rest nog één heel flauwe en dat is namelijk dat, en dan ga ik even in dit dingetje een beetje heen en weer scrollen, dat de protonen af worden gebogen en bij het afbuigen gaan ze, dat is wel een heel slecht getekende cirkel, bij het afbuigen gaan ze die kant op. Dat betekent dus dat er in eerste instantie een kracht moet staan daar naartoe. Oftewel, nou ja, in dit plaatje of op jullie beeldscherm, omhoog. Oké, dan gaan we de FBI-regel gebruiken. En voor de FBI-regel, even kijken, dan pak ik maar even een camera. Ik hoop dat dit niet al te apart in beeld komt. Dan heb ik hier mezelf. Oké, FBI-regel, ik heb F, B en I. En ik weet dat als ik hem zo ga houden, dat het hele plaatje klopt. Ik heb voor de rest dat I die kant op komt te staan. De stroom komt dus met de richting van mijn duim. Die gaat daar naartoe. Ik heb verder dat F de kracht omhoog is. En als de stroom naar links gaat, de kracht is omhoog, dan zal F, en dat is een beetje moeilijk te zien, maar dan zal F dus het scherm ingaan, om het voor jullie even makkelijk te zeggen. Dus dat betekent, als ik weer terug ga naar dit plaatje, en ik heb die F, B en I de goede richting op staan, dan komt het erop neer dat B dus wel, en dat tekent altijd zo moeilijk, 3D tekenen is waardeloos, dat B eigenlijk het bord, of het bord, nou hier misschien eigenlijk niet, maar dat B dus het scherm in moet staan. En die kun je natuurlijk ook 10 keer makkelijker tekenen door gewoon te zeggen B staat erin. Dus ik zet hier gewoon allemaal wat mooie kruisjes neer. Achterkant van de pijlen, jullie kennen het vast wel. Maar dit is het antwoord, zo duidelijk als ik het maar kan geven. Bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.